Toezichthouders zitten nu op de route van financieel protectionisme, per land kijken. Dat is de dood in de pot voor het internationaal bankieren. Ik denk dat er een andere route is via het financieel trilemma. Dat, na de crisis in 2008 uh, zijn alle toezichthouders weer helemaal nationaal gaan kijken naar banken omdat men zich zorgen maakt over de depositohouders in hun eigen land. En het is erg doorgeschoten dat uh, nationale toezichthouders helemaal aparte eisen stellen voor het onderdeel in hun land. Uh, en daar kunnen internationale banken eigenlijk niet mee uit de voeten, want die opereren wel internationaal. Zijn er andere mogelijkheden om dat uh, te controleren? Ja, daar heb ik over nagedacht en een nieuw boek geschreven, Covenants of International Banking: The Financial Trilemma. En bij dat trilemma zeg ik: uh, je hebt drie doelen. Financiële stabiliteit, uh, internationaal bankieren en nationaal beleid. En het dilemma, de naam zegt het al, je, moet, je kunt er maar twee van de drie kiezen. Nou, ik denk dat we allemaal eens zijn over financiële stabiliteit. En dan moet je dus keuze maken tussen nummer twee en drie. Wil je internationale banken houden? En dan zeg ik, daar hoort internationaal toezicht bij. Of uh, willen we nationaal beleid houden? Dan moeten we inderdaad de banken gewoon opknippen en per onderdeel uh, bekijken. En het grote nadeel daarvan is, is, dan moet je per onderdeel, apart, iedere keer je kapitaal, je liquiditeit aanhouden. Aparte directeuren hebben onafhankelijk management in ieder land, waardoor de kosten hoog oplopen. Is het uh, te verwachten dat we het toezicht internationaal kunnen organiseren, dat dat zin heeft? Ja, dat, uh, dat is de grote hamvraag. Uh, dan kom je eigenlijk aan de soevereiniteit van de landen toe... En uh, de manier waarop ik het model heb ook aangepakt is dat je van achteren begint. Uh, dus dan bekijk je eigenlijk naar de achtervang van de overheid. Daar begint het verhaal. Pas als je dat internationaal kunt regelen, kun je ook het toezicht uh, vooraan internationaal regelen. En dat is precies het dilemma waar we nu in zitten met de Bankenunie. We zetten de eerste stappen met het toezicht. Afgelopen weekend hebben we een Dublin-vergadering van ministers van Financiën gehad. En daar kreeg uh, Duitsland cold feet, en die wil nu een verdragswijziging om die achtervang van de overheid te regelen. Ze hebben daar het gevoel dat ze daar soevereiniteit aan het overdragen zijn. Ligt aan gevoelig in Duitsland. Verkiezingen in september uh, later dit jaar. Dus de crux ligt: kunnen de overheden samenwerken en kunnen ze een ex ante burden sharing agreement overeenkomen? Dan kunnen we internationaal toezicht houden en kunnen we weer internationale banken vasthouden. Is de verwachting dat dat gaat lukken? In de bankenunie denk ik met een aantal hobbels wel in Europa. Dus we zullen de Duitse verkiezingen af moeten wachten in september. Dan kunnen we weer de volgende stappen zetten. Internationaal is het een langere route. Het is niet onmogelijk. Wat het IMF nu voor landen doet. He, zij is in feite de achtervang voor als het met landen misgaat. Kunnen we hetzelfde IMF aan de bankenkant gebruiken. Ook als achtervang waar, banken, waar landen samenwerken. Om dan die bank uh, op te vangen. Kunnen we banken nog wel terugbrengen naar nationale banken? Dat is heel moeilijk. Ik heb daar onderzoek naar gedaan. En wat blijkt is dat na de crisis. de grote banken, de internationale banken. nog steeds erg internationaal zijn. Citibank in de Verenigde Staten. Deutsche in uh, Duitsland. Uh, Barclays, Royal Bank of Scotland. Ook onze eigen ING. Die hebben maar 30, 40% procent in het eigen land. De rest in het buitenland. Dus eigenlijk zeg ik als econoom: het is geen optie. Om het toezicht weer in nationale eenheden op te knippen. Dus de internationale route ligt toch voor de hand, ondanks dat beleidsmakers daar nog niet aan toe zijn.